In de vroege jaren 60 was de jonge Amerikaanse wiskundige Steve Smale aan het werk op het strand van Copacabana, toen hij een ontdekking deed. Hij ontdekte een hoefijzer. Niet in het zand natuurlijk. Zijn hoefijzer is, hoe kan het ook anders, een abstract wiskundig object. Het is opnieuw een eenvoudig idee waarmee we chaos proberen voor te stellen in zijn meest elementaire vorm. Eerst moeten we een oud idee uitleggen dat teruggaat tot Poincaré. Bekijk dit vectorveld in de ruimte. Een baan die begint op deze schijf maakt een volledige toer, komt terug op de schijf, doet een volgende toer enzovoort. Voor elk punt X van de schijf kunnen we de baan volgen die uit dat punt vertrekt en wachten tot ze opnieuw de schijf ontmoet, in een ander punt TX. Enkele seconden later is dit nieuwe punt weer getransformeerd door T. We verkrijgen nu een derde punt, T, T, X, enzovoort. Bij elke doorgang op de schijf is het punt getransformeerd door T. In plaats van een baan in de ruimte te bestuderen, bekijken we een opeenvolging van punten in een schijf. Dat is makkelijker om te tekenen. We hebben de dynamiek van een vectorveld met een continuïteitsverloop vervangen door een dynamiek met discrete tijdsprongen, 0, 1, 2, 3 enzovoort. Vaak is dat veel makkelijker te begrijpen. De transformatie T is hier een rotatie over een derde van een toer. De centrale baan komt overeen met het vaste punt van de rotatie, de oorsprong. De andere trajecten zijn ook periodiek, maar het duurt voor hen driemaal langer om terug te keren naar het beginpunt. De rotatie is een derde van toer. Hier is de transformatie T een gelijkvormigheid. De trajecten zijn niet meer periodiek. Integendeel, ze benaderen via een spiraal de centrale baan. De centrale periodieke baan is stabiel. En hier is een onstabiele baan. De transformatie T perst de kat samen in de breedte en rekt ze uit in de hoogte. Het middelpunt is een vast punt en de bijbehorende baan is dus periodiek. Je ziet dat de banen op de horizontale as het vaste punt benaderen, terwijl die op de verticale as er zich van verwijderen. Arme kat! Nu het hoefijzer. Zie hoe dit vierkant vervormd wordt. De transformatie T is een combinatie van een schaalvergroting en een contractie, maar ook een plooiing. Wanneer het vierkant opnieuw bij de schijf aankomt, heeft het de vorm van een hoefijzer gekregen. We bekijken nu wat er gebeurt met het vierkant wanneer we teruggaan in de tijd, met de inverse transformatie. Een schaalvergroting, een contractie en een plooiing, maar dan in de omgekeerde richting. We bekijken de toekomst en het verleden van het vierkant. Na één ronde hebben we gezien dat het een hoefijzer werd,
Na een toer in de andere richting wordt het een hoefijzer dat een kwartslag gedraaid is. De twee kleine verticale stroken waar het hoefijzer het vierkant overlapt, worden op hun beurt vergroot, samengetrokken en geplooid. Naar het verleden toe gebeurt er hetzelfde. En deze structuur wordt tot in het oneindige herhaald. Een ingewikkeld hoefijzer. Hoe kunnen we daarvan de dynamiek begrijpen? We noemen deze zone A en deze B. Verbazingwekkend genoeg krijgen we nagenoeg dezelfde resultaten als Hadamard met zijn geodeten en biljart. Voor elke eindige reeks van A's en B's, zelfs met herhalingen, zoals bijvoorbeeld in BABB, is er een periodiek punt dat exact deze route volgt. In het voorbeeld is dit een punt van B, dat naar A springt, dan weer naar B, en nog eens naar B, en dan terug naar het beginpunt. Dit is het enige punt van A dat altijd in A blijft. Het is een vast punt. En dit is het vast punt in B. Hier is het punt dat altijd over en weer springt tussen A en B. Maar net zoals bij het biljart, hoeven we ons niet te beperken tot eindige woorden met A's en B's. Kies om het even welke oneindige rij, zoals BB, AA, BBB, AA, BA, BA, enzovoort. Wel, er is één punt dat precies deze route volgt. Als je erover nadenkt, klinkt het ongelooflijk. Alle mogelijke toekomstige levens worden gerealiseerd door tenminste één mens. Oeps, ik bedoel één punt. Je kan de toekomst niet voorspellen, omdat alles mogelijk is. We hebben de vrije wil teruggevonden. Alles is mogelijk. Is dat geen mooie slogan voor chaos? Bedankt, meneer Smeel. Smeel realiseert zich dat het niet altijd nodig is om de dingen precies te kennen, om ze te begrijpen. Een vervormd beeld is vaak al genoeg om een gezicht te herkennen. Hij toont aan dat het hoefijzer stabiel is. Let op, dit betekent niet dat de banen stabiel zijn. Integendeel, de banen zijn zeer gevoelig aan de beginvoorwaarden. Waar het over gaat is de zogenaamde structurele stabiliteit. Vervorm het beeld en je zal de persoon nog herkennen. Kijk. Rechts het origineel hoefijzer. Links maken we een enigszins ander hoefijzer. Een vierkant uittrekken tot een rechthoek en die dan plooien tot een hoefijzer, dat kan je immers op verschillende manieren doen. Dit kan je vergelijken met de situatie waar we twee zonnestelsels zouden bestuderen met planeten die licht verschillende massa's hebben.
twee bijna identieke hoefijzers. We kunnen precies hetzelfde doen als met het oorspronkelijke hoefijzer en de zones A en B accent op dezelfde manier tekenen. Op dezelfde manier kunnen we aantonen dat de banen van dit nieuwe hoefijzer beschreven kunnen worden met rijen van A-accent en B-accent. Het vervormde hoefijzer is dus niet zo chaotisch als het origineel. De chaos is prominent aanwezig, onverwoestbaar. Smeil toont aan dat de bewegingen op de beide hoefijzers in zekere zin identiek zijn. Kijk, de twee banen, rechts en links, volgen dezelfde choreografie. Zij springen naar dezelfde A-accent en dezelfde B-accent. Met elke baan van het eerste hoefijzer komt een baan van het tweede hoefijzer overeen en vice versa. Het is in die zin dat de structuur stabiel is. We kunnen het hoefijzer vervormen zoveel we willen. Het blijft niet alleen chaotisch, maar het behoudt dezelfde dynamiek als voorheen. Individuele banen zijn instabiel, maar de dynamiek als geheel is stabiel. Met zijn scherpe pen legt Poincaré in het begin van de 20e eeuw uit hoe het mogelijk is om een dynamiek te begrijpen, zelfs als je haar niet goed kent. U vraagt mij om de verschijnselen te voorspellen die zullen optreden. Als ik de pech zou hebben de wetten achter deze verschijnselen te kennen, dan zou ik er slechts geraken met ingewikkelde berekeningen. En dan zou ik u uiteindelijk het antwoord schuldig moeten blijven. Maar omdat ik het geluk heb om ze niet te kennen, ga ik u meteen antwoorden. En het strafste van al is dat mijn antwoord juist zal zijn. Dat chaos met zijn instabiliteit van individuele banen naast elkaar kan bestaan met structurele stabiliteit, een globale eigenschap, is hoogst merkwaardig. Ik ben instabiel, maar de wereld om me heen is stabiel. Geruststellend.